Goedenavond. Hallo, hallo. Ik zie al een paar kijkers. Gezellig. Nou. Hoi Ellen, goedenavond. Het is een mooie avond, hè, om live te gaan. Ja. Nou, we hebben al meteen flink wat kijkers, superleuk. Ja, nou, ik ga eventjes wachten tot er wat meer aanwezig zijn. Hoi Ingrid. Hey. Hey Esther. Ja, ik zal even wachten, hè, dat er wat meer mensen kijken voordat we gaan beginnen. Ik heb hier al een mooi stapeltje liggen met de nieuwste kleur. Hey Ine, hoi. Hi Sandra. Hi Manon. Ja, ik heb er ook zin in. Ja. Hoi Marieke. Hoi Anne-Greet. Hoi hoi. Leuk jullie reacties. Ik ga heel even mijn webcam een beetje... Ik heb daar een beetje een hoek, zie ik. Zo is het beter. Dan haal ik hem even wat dichterbij. Hey Marianne. Hoi Melissa. Ja, zo is het beter. Dan maar een beetje recht. Hoi hoi. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent. Even kijken. Ja, nou is hij recht. Hoi Hilly. Hoi hoi. Nou, ik ga vanavond dus jullie wat wegwijs maken in de distressoxide, inkten, spray en bossinglaze. Ja, hoe je daar hele leuke achtergronden mee kunt maken, met stencils, met stempels kunt werken, met blending tools, met water, ja, noem maar op. Ja, dit is dus de nieuwste kleur, dit is paars. Ik ga even het licht onder mijn webcam aanzetten. Misschien dat het dan beter te zien is. Dan gaat het allemaal wel wat meer blinken. Dat is paars. Ja, hoi hoi allemaal. Nou, ik denk dat ik maar ga beginnen. Het zijn dus de actieweken van handlettering doen we zo. Super gaaf. De distress waar ik dus nu mee ga werken, die zijn dus mooi in de aanbieding. Ik ga op de mat van Craft Emotions werken. Ik zal een klein beetje opschuiven. De magneetmat. Glasmagneetmat. Echt super fijn. Die is ook nu nog in aanbieding. Een hele sterke aanbieding heb ik gezien. Ja, in de webshop kun je het allemaal terugvinden. Ja, er is ja, actieweken, dus vandaar deze week de distress. Ja, die mat is echt geweldig, Esther. Maar je moet hem wel goed gebruiken. Want anders dan, ja, dan kun je denken van, maar als je hem gewoon goed gebruikt, is het een geweldige mat. Ik ga dit even opzij leggen. Nee, dat doe ik niet. Dat leg ik hier. Hoi Heidi. Hoi hoi. Gezellig. Allemaal bekende namen, bekende gezichten. Leuk. Ik ga werken op het watercolorkaart van Craft Emotions. Dus 350 grams. Het is heel mooi wit.
A4 ook te vinden in de webshop van Handlettering Doen We Zo. Ik heb met het snijapparaat van Craft Emotions heb ik A5 en A6 formaten gesneden. Dat gaat wel lekkerder werken. Nou, hopelijk heb ik genoeg kaartjes, anders moet ik nog even wat bijsnijden. Maar ik ga hiermee beginnen. Ja, dit is dus 350 grams. Neemt heel veel water en vocht op. En als het daarna allemaal verdampt is, het water, het vocht, dan ja, krijg je hem bijna weer in zijn originele staat. Dus in het begin zal hij allemaal wat krom trekken. Maar na een dag, als al het vocht eruit is, dan ja, doordat hij dus 350 grams is. Hey Karin, hallo, wat leuk. Nou, de vragen die ja, met name gesteld zijn is: wat is nu het verschil tussen de distress inkt en de distress oxide? Ja, dat ga ik jullie laten zien. Ik ga het ook vertellen natuurlijk. Dit is een dye-ink en dit is een oxide. Die oxideert, die reageert heel sterk op water. Dit is meer een inkt die bovenop je papier blijft liggen en dit is een inkt die meer in je papier trekt. Hoi Rianne. Ja, de verschillen zijn ook het reageren op werk, op water, sorry, en de uitstraling is anders. Dit is meer een matte inkt met een krijtachtige look. En dit is een dye-ink, die is wat feller, wat meer aanwezig van kleur. Even kijken, ik ga werken met de brushes, de mixed media brushes. Ja, ik vind die zelf super fijn. Je kunt ook met zo'n blending tooltje werken. Werkt ook goed. Ik vind het fijn om met brushes te werken. Nou, ik zal eerst gewoon al laten zien. Als je gewoon zo, dus je pakt wat inkt op met ronddraaiende bewegingen. En het fijne van deze brushes is door, ja, dat je dus die ronddraaiende bewegingen, door die haartjes zie je bijna geen aanzet. Met zo'n blending tool heb je dan nogal wel makkelijker dat je de aanzet gaat zien. Nou, dit is dan de distress inkt. Het is dus allebei dezelfde kleur. Ik zal hem hier neerleggen. Nou, hier zit dus echt, ja, er zit gewoon minder pigment in. Dit zit veel meer pigment in. Deze is ook dekkend, dus opaak. En de gewone inkt is wat transparanter. Maar laag op laag opbouwen komt hier de kleur ook, wordt die ook sterker. Maar dan heb je echt wel wat meer nodig. Maar hij komt uiteindelijk, komt hij wel. Kijk, ook een mooie paarse. Maar zie je dat dit is, ja, ik weet niet of het gewoon echt goed te zien is. Ik zie het heel goed. Ik zal misschien wat hoger houden. Dit is, ja, echt wat krijtachtiger. En ja, dit is gewoon een inkt die op water reageert, op waterbasis, allebei. Op waterbasis. Maar dat is gewoon echt het hele grote verschil dat deze meer op het papier ligt en deze trekt wel meer in het papier. Deze is dekkend, dit is transparanter. Nou, wat ook gewoon een hele leuke toepassing is, is als je met water gaat werken. Nou, ik ga even een afdruk maken op mijn mat. Ja, laat de doosjes niet te lang openstaan. Als het niet nodig is, doe de dekseltjes gewoon weer dicht. Ik ga eventjes nat sprayen. Dit is de Distress Sprayer van Tim Holtz van Ranger. Ah, fijn, Hilly. Ja,
Nu ga ik mijn papier in de inkt, de oxide inkt deppen. Dat doe ik dan niet heel handig, want nu zit ik ook in de gewone inkt. Zo. Nou, ook hier kun je dus wel, het is allebei dezelfde kleur, maar het heeft dus toch net een andere. Hoi Lydia, gezellig. Ja, de kleur is toch, komt anders op. Ik zal hem er nog een keer zo doorheen halen. En deze ook. Nou, nu zijn er echt zoveel verschillende toepassingen. Je kunt hem nu meteen afdeppen met een keukenrol bijvoorbeeld. Je kunt hem ook, dan neem je meteen al wat inkt op. Nou, ik heb nu hier de heat tool van Ranger. Een super fijne heat tool, die hoor je bijna niet. Hoi Jeanette. Hallo. Nou, of je kunt hem dus drogen en dan behoudt hij meer zijn kleur. Zie je dat? Nou, dat geldt dus ook hiervoor. Ik kan wat deppen, dan neem ik natuurlijk al meteen wat inkt weg. Of ik geef hem even nog een laagje met de heat tool. Nou, hier wil ik nog wat meer. Nou, het leuke is dat je dus door op deze manier te werken, dus je inkpad op je glasmat of op waar je dan ook op werkt, je achtergrond, nat sprayen en dan dus je papier er doorheen halen. Nou, ik werk nu op een klein stukje, dus ik ga zo meteen het wat groter laten zien. Maar ik wil heel even gewoon het verschil laten zien, zo bij elkaar. Nou, dan kan je ook heel leuk met sprayen, dan ga je zien, daar gaat de inkt op reageren. Nou, we gaan even het water de kans geven, of de inkt de kans geven om te reageren op het water. Dan krijg je gewoon hele leuke effecten. Nou, ook hiervoor geldt, je kunt het dus afnemen met een heat tool. Dat ga ik nou doen, maar je kunt het ook erop laten liggen en dan de heat tool erop. En dan krijg je weer een andere uitstraling. Kijk, en zoals je ziet, het reageert allebei op water. Het neemt allebei gewoon kleur weg. Dat is duidelijk te zien, hè? Nou, dit is dus de nieuwste kleur. Een hele mooie paarse tint. Die is er ook in een spray. Ik ga hem eventjes gewoon afnemen met een droge doek, zie je. Dan zie je meteen, is je mat schoon. Hij is er ook in een spray. Het kalkachtige, het is geen krijt, het is geen kalk. Wat het is, weet ik niet. Dat houden ze waarschijnlijk lekker geheim. Maar dat zakt wel naar de bodem. Dus je hoort ook dat er een kogeltje in zit. Dus goed schudden voor gebruik. En dan kun je gaan sprayen. Nou, ik leg er heel even een stukje keukenrol onder, zodat niet mijn mat meteen helemaal. Nou, dan kan je ook hier weer met water, dat het dus verder gaat reageren. Maar hoe leuk is het om dan bijvoorbeeld
ook nog met andere kleuren te sprayen, terwijl het allemaal nog nat is. Nou, de kleuren, jullie zien het waarschijnlijk... Nee, het is net... Wacht, ik leg hem een beetje zo. Dit was Kitsch Flamingo, wat ik net gesprayed heb. En dit is Salvage Patina. Even schudden voor gebruik. Nou. Dus dit gaat, ik ga hem een klein beetje meer geven. Ik zal zo nog veel meer vertellen over de oxide en over de gewone distress inkt. Ik wil nu alvast gewoon even een kleine impressie geven. Ja, volgens mij kunnen jullie het niet zien, maar er verschijnen iedere keer weer opnieuw ja, belletjes, zeg maar. Nou, het verschil dus met de spray en de inkt is dat je met de spray natuurlijk meteen een groot oppervlak kunt sprayen. Ja, ik spray het nu op het kaartje. Je kunt natuurlijk ook hierop sprayen en dan je kaartje er doorheen halen. Nou, nu heb ik nat in nat gewerkt. Kijk, als ik dus mijn keukenrol doorheen haal, dan neem ik weer het overtollige inkt weg. Nou, dit is gewoon, vind ik persoonlijk, een hele gave kleurencombinatie. Er was een vraag gesteld van welke kleuren zijn nou mooi bij elkaar. Ja, dat is toch een kwestie van uitproberen. Het is, ja, dit zijn dus deze drie kleurtjes. Die passen gewoon heel mooi bij elkaar. Ik zie de Salvage Patina zie ik er echt heel mooi doorheen. Ik hoop dat jullie het ook kunnen zien. Ja. Ja, het is echt een hele mooie kleurencombinatie. Nou, wat is nou zo fijn aan de oxide inkt? De oxide inkt die reageert op water. En als je die daarna heel goed, dan krijg, kun je, deze kan ik trouwens hier nu laten zien. Als ik hier nu ga sprayen en spetteren. Krijg je gewoon hele leuke effecten. Nou, en als dit goed droog is, ik kan ook veel langer wachten om het water zijn werk te laten doen, maar nou, ja, dit vind ik echt gewoon fantastisch. Nou, een spray en een inkt die kan je dan weer heel leuk combineren met een stencil. Nou, dan komen dus de magneetjes tevoorschijn. Ja, hier zit dus het siliconen stukje. Dat zorg je dat het ook op de mat ligt. Dus niet alleen, niet zo, maar ook op je mat. Want dan juist heeft hij die anti-slip. Dit is anti-slip. En de magneetjes zijn ter ondersteuning. Nou, ik ga nu weer met mijn brush en de oxide. Ga ik over het stencil. En ik hou mijn stencil ook gewoon nat. Ik zeg al, het is alvast, het is gewoon ter ondersteuning, die magneetjes. Kijk, als ik rustig beweeg, dan blijft het ook allemaal liggen. Maar ik vind het gewoon fijn ook om het vast te houden.
Nou, dit is een heel leuk stencil van Craft Emotions. Nou, kijk eens hier. Super gaaf. En dan hebben we daar dus een bijpassende embossing glaze bij. Embossing glaze is een embossing poeder die transparant is. Maar in combinatie met de oxide inkt, ja, neemt die dus gewoon, versterkt die de kleur van je ondergrond en krijg je een hele mooie blinkende, hè, mooie glaze. Nou, als je dan hier en daar dus wat poeder doet, dus niet overal, dan krijg je daarmee ook gewoon een hele leuke, een heel leuk effect. En dit is mixed media en hier, je ziet dat hier nu ook poeder zit. Waarschijnlijk is hier de spray nog niet helemaal droog geweest. Maar hoe gaaf. Hier en hier pakt hij dus ook. Is hij ook niet helemaal droog geweest. Dit zijn druppelspetters. En daar pakt hij ook de poeder op. En ik zeg al, zo'n achtergrondje maken vind ik mixed media. En ik vind het dan niet erg. Ik ga even zo. Ik vind het dan niet erg dat hier ook embossing poeder zit. Hè? Embossing glaze. De oxide, de distress oxide, is ook een vettige inkt. Als je ze naast elkaar hebt met de distress inkt of de oxide, die is wat vettig. En die blijft dus wat langer nat. Die moet je ook drogen. Als je hem niet droogt, dan blijft het ook gewoon werken. Ja, uiteindelijk droogt hij natuurlijk wel aan de lucht. Maar als je bezig bent, ja, en je wilt er iets mee, hè, kleur op kleur werken, dan heb je echt wel heat tool nodig. Moet je hem echt wel drogen. Nou, en omdat het dus zo vettig is, neemt je dus ook de embossing glaze, houd je gewoon goed vast. Nou, dit is dus geen heat tool. Of geen embossing tool, maar een heat tool. Dus het duurt dus ietsjes langer voordat de poeder smelt. Nou, daar komt hij. Nou, en zeg je nu van, ik wil iets meer mijn bloemen benadrukken van het mask stencil. Nou, dan leg je je mask stencil terug. Nou, dat kan je dan weer vastzetten natuurlijk met deze tool, met de magneetjes. Ik breng nog wat inkt aan. Ik hoop dat het genoeg was. Dat doe ik ook weer hier, heel voorzichtig. Oh, dat was niet voorzichtig. Maar er zit wel meer poeder op. En het gave vind ik dus de combinatie van het matte en het glanzende. En het, ja, het helder van kleur, hè? De hardheid van de kleur. Hè? Want de oxide wordt nu versterkt door de embossing glaze. Niet toeval bijna. Nou, dan krijg je dus dit. En dus het verschil, hè, met, hier zie je dus de bloem, de matte, hier zie je de oxide. En hier de glaze. Zo, dat verschil, ja, vind ik echt super gaaf. Ik heb dat hier ook zitten doen. Kijk, hier zie je nog een loopje water. Ik dacht dat het droog was, maar dat was niet. Maar dan neemt hij dus daar ook nog de poeder op. Nou, en hier ook. Hier heb ik met zo'n cirkelstencil gewerkt. Hier, nou,
Ja, het is mixed media, dus ik vind het mooi. En moet je dezelfde kleur glaze als oxide gebruiken? Nee, dat hoeft niet. Je kunt ook op het roze zou je ook diezelfde spatina bijvoorbeeld kunnen doen. Ja, het roze komt er dan nog een beetje doorheen. Het moet niet. Als je het zo gebruikt, dan versterkt het wel de kleur van de oxide. Want dat zie je natuurlijk. Nou, en dan hebben we de distress inkt. Even kijken. Wacht, dat kan ik hier laten zien. Dat kan ik hier laten zien. Hier had ik de gewone distress inkt. Zet hem heel even wat extra op. Dan pak ik het stencil weer. Dan zul je zien dat ook deze is natuurlijk nog wat nattig. Dus als je snel werkt, dan kan je ook hier de embossing glaze op strooien. Oh, ik had hem eerst moeten drogen. Oh. Afijn. Het is mixed media. Dus hier kan je gewoon ook heel goed zien dat hij hem pakt. Ik ben zo druk bezig allemaal dat ik dus een stapje vergeten ben. Dit geeft eigenlijk hetzelfde effect als deze embossing glaze op de distress inkt. Geeft eigenlijk hetzelfde effect. Ja, je kunt de borsteltjes schoonmaken en inderdaad andere kleur gebruiken. Ja, de oxide die blijft er nog. Ik spoel ze altijd even onder de kraan, even droog. Ik spoel ze schoon. Ik wil te veel tegelijkertijd vertellen en dan gaat het mis. Ik spoel ze altijd eerst uit voor het volgende gebruik. Nou, hier heb ik ook al wat zitten spelen met distress inkt. Dus dit is de onderkant is de inkt. Dus dan zie je echt het verschil. En hier heb ik dus ook de embossing glaze op gedaan op de distress inkt. Net als hier. En dan ja, zie je dat het. Ja, want anders smelt de glaze niet. De glaze is een embossing glaze. En ja, net als een embossing poeder. De glaze is alleen dat het dus een transparante is. Maar ja. Ik zal eventjes deze kleur laten zien. Nou, met Versamark. Ik werk gewoon heel graag in combinatie met de oxide. Je kunt ook met Versamark werken. Ik zal het even zo snel doen. Dit is de mooie kleur Salvage Patina. Ja, inderdaad, Ine, dat klopt. Ik vind altijd dat er dan ja, toch altijd nog wat in blijft zitten wat ik niet wil.
Maar inderdaad. Is al aan het smelten. En dan zie je eigenlijk dat op sommige plekken, ik hoop dat jullie het kunnen zien, het witte papier nog doorheen komt. Maar daaraan kun je dus zien dat het dus een transparante embossingpoeder is. Die een hele mooie glaze, een glansje heeft. Zien jullie het? Het blinkt echt heel erg. Misschien als ik hem zo hou dat je... Ja, dat het papier, het witte papier komt er gewoon nog doorheen. En dat is dus het verschil met gewone embossingpoeder. Even kijken. Nou, een hele leuke kleurencombinatie is ook Selfish Patina, Kitsch Flamingo en Vintage Photo. Echt ook een hele leuke combinatie die ik hier gebruikt heb. En ja, wat ga je dan doen? Dat is dus, ik ga eerst eventjes wat meer ruimte maken. Ik ben mezelf weer aan het inbouwen. Is misschien herkenbaar voor jullie. Ik ga eerst eens eventjes weer ruimte maken. Nou, wat het verschil is met... De Distress Oxide, wat ik al zei met de gewone inkt, is dat de gewone inkt die blijft reageren op water. Die is ook wat transparanter, dus die neemt ook wel de kleur over van de volgende kleur. En met de oxide inkt, als je die dus mee gaat werken op je papier... En je zorgt dat die eerst de eerste laag droog is. Nou, dan kan je het ook het beste eventjes droog maken. Nou, ik wil nog iets meer kleur erop. Dat kan ik ook zo laten lopen. Zo. Nou, dan de roze. Iets zuiniger, ietsjes voorzichtiger. Maar dan zie je dat die er gewoon mooi bovenop komt te liggen. Wow.
Dan heb ik natuurlijk wel met water gespreid, hè? Dus dan wordt de kleurintensiteit wordt wat minder. Het is, zoals je ziet, is het op deze manier wel heel veel droger. Maar het droogt relatief snel, moet ik zeggen. Kijk, zie je, de kleuren die liggen, komen echt gewoon bovenop te liggen. Nou, en dan nog hier en daar wat vintage foto. Voor een wat oudere look. Ja. Nou, en dan kan je weer bijvoorbeeld met een stencil en de salvage patina. Oh, ik vergeet mijn magneetjes. Moet er ook nog aan wennen. Zo lang zonder magneetjes gewerkt. Maar ik zeg, ze zijn ter ondersteuning en het is echt heel fijn om, ja, dat je ze hebt. Want als je ze niet hebt en je houdt het met je handen vast, dan schiet je stencil toch wel eens een kant op die jij niet wil. Nou, en dan heb je dus hier en daar, heb je dus... Nou, ik vind hem eigenlijk nog iets te... Hij mag wel iets meer. Hij mag ietsjes meer hebben, vind ik. Nou, en als je dan weer met de glaze eroverheen gaat. Ja, dus een beetje hier. Een beetje hier, een beetje meer. Zo. Ja, ik zei al, ik vind het dus gewoon een heel, heel gaaf effect dat ja, als je dus hier en daar de embossing glaze op de inkt, de oxide inkt of de gewone inkt, hè, want dat werkt natuurlijk ook. Krijg je ook gewoon meer, ja, je ben je gewoon aan het spelen, krijg je wat meer diepte, wat, is het allemaal wat speelser dan wanneer je het allemaal hetzelfde doet. Ja, dat is of overal de embossing glaze of niet. En ik zeg al, dit versterkt, ja, dit versterkt het geheel. Mijn vinger wordt een beetje heet. Ah, hier komt hij aan. En dan dus, hier kan je heel goed, hier kan je dus heel goed zien dat die translucent is, dat die transparant is.
Want hier komt dus ook nog de distress, de vintage foto doorheen. Nou, ik vind het echt gewoon helemaal super gaaf. Nou, dan wilde ik nog heel graag aan jullie laten zien. Ja, als je dus. Is ook gewoon een heel leuk effect. Het blenden. Volgens mij is daar net op gereageerd, Freddy. Die hoopt ze deze week of anders volgende week binnen te krijgen. Nou, nog een gave kleurencombinatie is Crackling Campfire en de Speckled Egg. Nou, en als je ze dus over elkaar heen gaat werken, dan gaan de kleuren blenden. En dan krijg je dus een net wat andere kleur. En als je dan ja, een rood en een blauw, echt over rood en echt blauw, dan krijg je volgens mij ook wel een paarsige kleur. Nou, en zo kun je ook gewoon heel leuk achtergrondjes maken. Hebben we ook nog een vintage foto. Die is er ook vast leuk bij. Ja, die geeft hem net. Maar eens kijken hoe mooi deze kleuren blenden. Hoe gaaf. En hoe meer je gebruikt natuurlijk, ja, hoe intenser de kleuren worden. En laag voor laag kun je komen tot het gewenste resultaat. Nou, heb je dus. Even pak ik weer een ander stencil. Dit is wel een leukert. Dan kun je zeggen van, ik ga met dezelfde kleur over. Hè, ik ga met Crackling Campfire over de Crackling Campfire. Je kunt ook zeggen, ik ga met een speckled egg over de Crackling Campfire. En dan is het dus het beste om hem eventjes te drogen. Als je hem dus droogt tussendoor. Oh ja, ik had de vraag gelezen. Dit zijn de gewone grote. Ik had een vraag gekregen van, gelezen. Of je nog met oxide, daar kan je niet goed op gummen. Nou, als je zorgt dat je inkt droog is, ik weet niet of jij hem tussendoor je oxide gedroogd hebt. Ik weet ook natuurlijk helemaal niet hoe jij precies je oxide gewerkt hebt. Maar als je dus gedroogd hebt. Dan zou je hem eventueel kunnen gummen. En er is ook een distress glaze. Distress micro glaze. Dat is dus een waterresistant sealer. Dus het waterafstotende sealer. Maar volgens mij, als je dan dat dus gebruikt. Kan het hier laten zien. Even kijken.
Dan breng je een dun laagje aan met je vingers. Ook dat moet drogen. Dus ik leg dit weer even weg. Het moet even drogen. Dan ga ik hier gewoon mee verder. Dus ja, welk effect wil je? Ja, je kunt dus zeggen van ik ga gewoon met dezelfde kleur over, over mijn rood. Maar je kan ook zeggen van ik ga met mijn rode over mijn grijze. En mijn grijze over mijn rode. Zo kun je gewoon spelen en krijg je gewoon allemaal verschillende effecten. Kijk, zie je? Nou, ik kan hier dan nog, ik vind het wel leuk. Nou, dan kan je weer werken met water. Ik ga hem even tussendoor weer drogen. Ja, je kunt de oxide en de inkt gewoon met elkaar gebruiken, door elkaar gebruiken. Ja, je krijgt alleen andere effecten. De oxide, wat ik al zei, die is wat vetter, wat krijtachtiger, wat matter. Maar je kunt ze wel samen gebruiken. Maar je krijgt dan gewoon een andere effect. Nou, eventjes het water laten, zijn werk laten doen. Nou, zoals je ziet, neemt hij zo de inkt weer op. Nou, je kunt ook zeggen van, ik spray hem nat. Zo, eventjes laten werken natuurlijk. En ik ga hem zo drogen dat ik het niet opneem met een doekje. Het zijn allemaal verschillende techniekjes. Ja, de stencils kun je gewoon met water, zeker met inkt. Ik zal het zo even laten zien. Even multitasken. Het is nat. Kijk, zie je hier wat er gebeurt? Dus die druppel, doordat je het water laat liggen en je gaat het dan drogen, krijg je hier een randje om die druppel. Zie je, hier heb je dat niet, want heb ik hem meteen afgenomen. Maar doordat je hem laat liggen, krijg je een randje om die druppel. Ja, onder de kraan zeker, maar als je het zo... Kijk. Zo doet hij het ook gewoon meteen goed. Nou, en wat dan ook nog een heel leuk, grappig effect is. Om je stencil nat te sprayen. Want wat doet water? De oxide reageert op het water. Oh. En die gaat de inkt weer opnemen, zeg maar. Dat gaat weer reageren op het water. En zo kun je echt gewoon urenlang spelen.
Oh ja, zeker kan je stempelen met deze inkten. Kijk, nou heb ik hem niet lang genoeg in laten werken, maar zoals je ziet, kunt hem hier wel het stencil zien. Ja, ik had hier ook nog stempels liggen. Ik heb hier een hele leuke achtergrondstempel van Studio Light. De SLSWF stamp 528. Nou, dus kan je gewoon je kunt ook een andere kleur natuurlijk pakken, bijvoorbeeld een Hickory Smoke. Nou, eens kijken hoe gaaf. Ook nu zou je weer embossing glaze eroverheen kunnen strooien en weer verhitten. En dan heb ik hier dan de inkt. De Distress inkt. Daar kan je ook gewoon mee stempelen. Dan krijg je ook gewoon een hele mooie afdruk mee. Dus zijn ze mee te stempelen? Zeker. Het is echt ook wel gewoon ja, het is een inkt. Mijn snoetenpoetsers zijn op, dus ik doe het heel even lekker zo. Dan maak ik hem straks nog wel verder schoon. En zo kun je laag voor laag opbouwen. En ja, echt gewoon super leuk om ja, laag voor laag en verschillende kleurtjes door elkaar en met elkaar. Ik had hier ook nog, heb ik ook gewerkt met Speckled Egg en Vintage Photo en de Mask Stencil. Dus ja. Hier ook met een Mask Stencil en de Distress Oxide. De techniekjes wat ik net heb laten zien. En dan hier en daar wat embossing glaze. Ja, de keuze is reuze. Ja, inderdaad, Sandra. Ik kan het allemaal niet bijhouden, de vragen. Af en toe dan kijk ik natuurlijk wel. Dus, maar zijn er nog vragen? Want ja, ik denk dat ik wel best wel wat heb laten zien. Oh, ik kan trouwens nog laten zien de Distress inkt. Daar heb ik niet zoveel kleurtjes in. Ik werk zelf het liefste met oxide. Maar ik kan wel wat laten zien. Even mijn werkblad schoonmaken. Nou, als je die dus kleur op kleur, ja, dan zul je echt een heel ander effect. Als je een achtergrond maakt, wat gebruik je dan om er een stempel of plaatje op te plakken? Ik snap de vraag niet, Josette. Sorry. Ja, daar zou je dus de glaze kunnen gebruiken. Die is dus waterafstotend. Joanne. Nou, ik pak dus bijvoorbeeld nu weer even
de Villainous Potion. Die ga ik drogen. Oh nee, je kan gewoon met lijm. Dat kan gewoon met hobbylijm. Ja hoor. Dat is niet te vet. Nee. Nee. Nou, nu ga ik Stormy Sky heb ik nu erop geplakt gedaan. Zal ik nog wat meer geven. Dan zien jullie ja, dat de kleur echt ja, transparanter is. Hè, hier zag je echt gewoon wel die roze kleur, maar hier deze... De Distress ink, ja, dat is dus de dye ink. Dat is wat, die is wat transparanter. En dat is, ja, ik heb niet alle kleuren van de gewone ink, dus vandaar. Maar ja, dat is dus het grootste verschil. Daar is dus, of een van de grotere verschillen. Hij is dus wat, wat transparanter, de gewone inkt. Zelf, ja, persoonlijk ben ik helemaal fan van de oxide, zei ik al. Omdat, ja... Die dus waar je echt laag op laag kunt werken. En dat vind ik echt super gaaf. Dat. Ja. Ja, ik... Zijn er nog meer vragen? Oh ja, en als je dus nu ook weer gaat, dit gaat doen, kan ik hier ook nog een beetje doen. Oh ja, ik had hier dit nog liggen, hè? De Distress Microglaze. Dan ga ik even een potloodje pakken. Ja, een beetje wel inderdaad, Josette. Hier kun je, ja, hier zie je kleine spettertjes waar hij de inkt weer heeft opgenomen. Nou, ik ga nog de glaze nog heel eventjes. Hij is natuurlijk wel erg donker. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Hallo heb ik geschreven. Nou, met oxide kun je gewoon hele leuke achtergronden maken. Maar je kunt er dus ook mee stempelen. Ja, ik gum nu dus het hallo, gum ik zo, ja, zo wel weg. Maar ik denk dus als je ook, als je... zorgt dat je, je inkt droog is. Want ik zie nu dat mijn inkt heel erg blinkt. En als hij droog is, dus echt even goed drogen met de heat tool... Volgens mij kan je dan wel je potlood weggummen.
Ja, ik zelf vind dat je met de inkpet wat meer mogelijkheden hebt dan met de spray. Met de spray kan je natuurlijk ook wel door een stencil sprayen. Maar met de inkpet kan je stempelen. Kan je iets meer sturen. Ja, dus ik zeg al, ik ben zelf helemaal fan van de Oxydis. Ja. Dus ik zou zeggen van een paar kleurtjes oxide. Ja, die brusjes vind ik echt super fijn. Ja, en dan de bijpassende embossing glaze. Dat vind ik echt heel, heel fijn. En ja, ook een leuke toepassing is bijvoorbeeld. Dan dit. Ja, zie je wat er dus gebeurt als je je magneetjes niet gebruikt? Ze zijn echt ter ondersteuning. En het is echt super ideaal, zo'n magneetmat en dan ook een glasmat, want hij maakt heel snel en makkelijk schoon. Nou, het is een hele lichte inkt. Ik heb er nu dus water over gespreid. Dan leg ik hem hier weer neer. Is om echt het water zijn werk te laten doen. Kijk, zie je, nu neemt hij. Ik had hem beter op een witte achtergrond kunnen doen, maar hij reageert dus nou weer heel mooi op de oxide. En hier zie je dus wel de speckled egg op het witte. Zo kan je gewoon superleuk, hè? Dan ben je met je borstel, je brush. Ben je het patroon aan het aanbrengen? Nou, hier zit dan nog inkt op. Dat spray je nat. En dat doe je dan op een ander wit velletje. En dan heb je dus het negatief. En nu wilde ik nog even laten zien. En zo zijn er gewoon super veel toepassingen. En je kunt het allemaal door elkaar gebruiken. Nou, ik had het vanmiddag uitgeprobeerd en toen werkte het beter. Maar ik krijg het niet goed, niet voor elkaar dus, om op te schrijven op de oxide. Ik weet niet, ik had het vanmiddag geprobeerd en toen ging het wel goed. Maar ja, nu dus niet. Dat is echt jammer. Ik dacht, ik heb het gevonden voor jou. Ja, de glaze die werkt dan beter nog. Ja, en het reageren op het water, dat vind ik het oxide ook veel sterker doen dan de gewone inkt. Hè, de dye ink. Ja, en zo hebben we allemaal onze persoonlijke voorkeuren. Dat. Ik weet niet. Ja. Oh, kijk. Nou, ik weet niet meer van wie de vraag kwam om eroverheen. Maar dat dus met kneedgum, ja, dat heb ik niet.
Ja, nou, dat is een hele goede tip. Ik ga eventjes terugzoeken wie die vraag had gesteld. En dan, ja, dan ga ik dat terugzoeken. Er zijn re-inkers. Er had ook iemand een vraag gesteld over of je de kussentjes weer kunt vullen. Ja, er zijn re-inkers. Daarmee kun je voor sowieso voor zowel de distressinkt als de distressoxide. En daar kun je dus ja, je inkpet vullen. Om op te frissen, daar is ook weer iets voor. Daar is de Distress Refresher. Ik weet niet of jullie die hebben, Esther. Maar ja, extend the life of your distress products. Dus dat ja, die maakt weer dat je inkpet, als je een beetje misschien is, toch is ingedroogd, hè, dat te lang open laten staan met de heat tool erop. Ja, met de Distress Refresher kan je hem weer een nieuw leven geven. Die aqua groene, deze bedoel je, Esther? Dit is speckled egg. En dit is salvage patina. Ja, goed, Sandra. Oké, ja. Dit is gewoon dus om je inkpet weer een boost te geven. Ja, er zijn er heel veel inderdaad. Heel veel kleuren. Ja. Ja, en soms moet je gewoon maar uitproberen om tot een mooie. Nou, kijk, met nogal meer tips. Ja. Ja, dan zal het dat zijn, Esther. Ja, ik ben nou allemaal snel. U wilt toch zoveel mogelijk laten zien, dus het zal nog niet goed genoeg droog zijn. Bestaande violet en de nieuwe paarse. Nou, die wilted violet bedoel je. Dat kan ik laten zien, want toevallig dat ik die dus ook heb. Neem aan dat je die bedoelt, de wilted violet. Nou, dat kan ik laten zien. Dat kan ik nog wel laten zien. Ik ga hem even weer ruimte maken. Oh, en die siliconen plakkertjes voor de magneten, die zijn ook los verkrijgbaar. Dit is dus de siliconen, dat is dus dat die stroeft. En de zwarte, die zorgt ervoor dat je ze dus makkelijk van elkaar af kunt halen. Dus let daarbij op dat je ze goed op de juiste kant van je magneet plakt. Echt afgeven doet het niet, maar het zal nog wel weer reageren op water. Het kan wel op water reageren nog, maar afgeven doet het niet. Maar ik kan hier ook nog de verschillen laten zien. Doe ik het zo heel eventjes. Even mijn brusje zoeken. Dit was van de Villainous Potion. Nou, laat ik gewoon nog een keer de Villainous Potion, de oxide inkt. Ik zal het even omdraaien. Dat is wel zo handig. En de Villainous Potion. De distress inkt. Hier was het net een beetje nat. Zo. Kijken of ik nog een borsteltje over heb. Nou, ik heb nog een kleintje, maar die doet het ook.
Nou, dit is dus echt wel duidelijk een andere kleur. Nee, maar volgens mij kan je het ook wel zien op de video, hè? Nou, even mijn kwastje goed afdoen. Heel iets te veel opgenomen. Ik druk veel te hard. Je hoeft helemaal niet zo hard te drukken. Die haartjes die nemen het wel op. Is duidelijk verschil. Ja. Dan is dit echt wel paars. Dit vind ik nog het allerpaarst. De gewone inkt. Maar ja, dat komt natuurlijk door de oxide. Door wat de oxide is. Ja, en je kunt dus. Ja, ook weer over elkaar heen gaan. Zie je hoe mooi het blendt met zo'n borstel? Er kan echt geen blending tool tegenop, vind ik. Kijk, zie je hier, deze gaat echt op de kleur liggen. Dat doet de oxide, die gaat echt op de kleur liggen. En deze, die mengt met elkaar. Die is gewoon goed, is transparanter. Nou, ik hoop dat ik genoeg heb laten zien, duidelijk heb laten zien wat een beetje de verschillen zijn, waar je er allemaal mee kunt. En je kunt er nog veel meer mee dan wat ik heb laten zien. Maar ik hoop dat het zo duidelijk is voor jullie. Ik jullie enthousiast heb kunnen maken. En de actieweek, ik ga lekker nog een keer benoemen voor Esther, voor handlettering doen we zo. Actieweek met de Distress inken, de oxides, de sprays, de embossing glaze niet te vergeten. Super gave actie. Ook de magneetmat. Hè, de glasmagneetmat. Super fijn, super ideaal. Ook een hele mooie actie deze week bij handlettering doen we zo. Is zeker de moeite waard om even te kijken. Ik wil jullie bedanken. Ik vond het heel leuk. Ik vond, jullie hebben goede vragen gesteld. Oh, op YouTube zijn echt heel veel filmpjes te zien over de verschillen tussen de Distress inkt en de oxides en een spray, wat het allemaal doet. Zelfs Tim Holtz die laat echt alles zelf zien. Daar kun je echt heel veel vinden op YouTube. Is zeker de moeite waard, toch? Yes. Nou, heel graag gedaan. Ik zeg al, ik hoop dat het allemaal duidelijk was. Nou, ik zou zeggen nog een hele fijne avond. Geniet van de kleurtjes die jullie zelf misschien nog hebben. Oh jee, Josette. Nou, fijn om te horen dat het duidelijk was. Dan ga ik nu de live beëindigen en wens ik jullie allemaal een hele fijne avond. Graag gedaan, Sandra, Josette en Petra. En dan wens ik jullie een fijne avond.